Leuk dat je weer kijkt naar Safe TV. Vandaag is het eindelijk zover. De finale van het debat van een frisse blik op alcohol hier in het Paard van Troje. Het is nu pauze. Donatello staat naast me in het heetst van de strijd. Donatello, hoe gaat het? Ja, het gaat heel goed. Het is wat anders dan in de voorronde. In de voorronde zat er af en toe meer vuur in. Maar het is nu wel iets spannender, vind ik. Want wat je merkt is dat de debaters wel beter zijn. Ze zijn aan elkaar gewaagd. En dus het zal wat minder spetteren in vuur. Maar inhoudelijk is het denk ik een stuk beter. En wacht maar na de pauze. Dan gaan ze los. We wachten af. Justin, hou je een beetje van het drankje? Ik wel, ja. Ja, in het weekend vooral. Maar door de week niet. Ik moet altijd heel vroeg op. Dus door de week drink ik niet. Maar het is ook een beetje een stok achter de deur. Wat drink je dan? Ik drink whisky. Oeh, mister. Lekkere whiskies. Hoe gaat het presenteren? Ja, dat gaat aardig. Ik heb niks gedronken. Ook en die kersenbonbons waar je het net over had? Hij heeft kersenbonbons op. Ja, dat gaat helemaal goed hoor. Volgens mij kan je nog redelijk functioneren met 6 kersenbonbons op. Hoe gaat het bij jou? Bij mij? Thuis? Nee, hier, met jureren. Ja, goed. Ja, dat gaat goed hoor. Ja, ik doe dit normaal eigenlijk nooit, maar ik vond het zo leuk. Ik draai ook af en toe voor de CV's en dat vind ik onwijs tof. En toen werd ik hiervoor uitgenodigd en toen dacht ik, lijkt me wel eens leuk om in een jury te zitten. Wat is het gekste wat je ze hebt horen zeggen net? Nou, er kwam op een gegeven moment een jongen dat ging over dat mensen überhaupt niet meer met het verkeer mochten deelnemen met alcohol op. En er kwam op een gegeven moment een jongetje die zei dat je überhaupt niet meer over straat mocht lopen met een bakje op. Ja, dat wordt wel moeilijk gaan. Net gewonnen. Hoe ging het? Ja, goed. Ik vond het heel goed gaan. De samenwerking ging goed binnen het team, dus ik ben tevreden. Jij ook? Ja, nou ja, we kenden elkaar niet. Nou ja, vorige ronde, maar niet echt goed of zo. En ja, het ging toch wel leuk als team, dus ja, tevreden. Ja. En jij? Voor elk argument waren we het eigenlijk heel snel met elkaar eens, dus dat ging wel lekker. Zo, dat was heftig. De finale van een frisse blik op alcohol, die zit erop. Maar er wordt hier nog wel gefeest. En op 21 december kan jij dat ook gaan doen. Dan geeft Safe hier weer een feestje en dat is een speciale kersteditie. Dus kom dan vooral naar Paard van Troje en ik zie je weer de volgende keer.